Hey, dag krakje. Er is mij gevraagd om een videoboodschap te maken waarin ik jou ongelooflijk proficiat wens met het feit dat je verkozen bent tot krak van Oostkamp. Bij deze dus nog een keer een ongelooflijke proficiat. Ik weet dat je al die aandacht daar rond en al die commotie eigenlijk niet nodig vindt, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Wat dat jij gedaan hebt om ervoor te zorgen dat zoveel kinderen en jongeren uit Oostkamp binnen jullie KSA een fantastische zomer hebben kunnen beleven, dat is niet zomaar normaal. Je mag daarom wel echt een keer in de bloemetjes gezet worden. En gelukkig ben ik niet de enige die dat vindt. Dat is helemaal juist, Niels. Inderdaad. Dat vind ik namelijk ook. Ik 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 ook. De hele leidersploeg van KSA Ten Rode Oostkamp dus. En we zijn met veel. Heel 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 veel. Je organisatorisch talent is geweldig. Je communicatie naar ons en ouders is altijd top. Je bent het beste voor elk kind in onze KSA. Van klein dwergje. Van aspiranten en leiders. Tot kookouders. Je steekt zoveel tijd in onze mooie jeugdbeweging. En dat als broer kan ik alleen maar bevestigen. Dankjewel. 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 Wij zijn super trots op jou. En zijn blij dat onze krak van de KSA de krak van Oostkamp is geworden. Feest! Joepie! Yay! Woehoe! Yay! Joepie! Oostkamp. 24.000 inwoners. Honderden, nee, duizenden vrijwilligers. Maar er komt één iemand echt boven het maaiveld uitsteken. Ons Hanna. De krak van Oostkamp. De 80-20-krak. Een kindvriendelijke, enthousiaste, sterk organisatorische, fantastische, wat kan ik nog allemaal vertellen? Een inspirerende jonge dame waar KSA fier mag op zijn. Hanna, dikke proficiat van de burgemeester en de 24.000 inwoners van onze mooie gemeente.